Het heeft tientallen jaren geduurd, maar eindelijk komt hij er. Een volledige ruit van wegen rond Eindhoven en Helmond. Het Rijk heeft de regionale plannen overgenomen. Nou, ik ben heel tevreden, vooral met de uitspraak van minister Eurlings. Want die heeft gezegd dat de ruit rond Eindhoven, de Zuidoostvleugel, een nationaal speerpunt is geworden. En tot voor kort werd er altijd gesproken over regionale problemen. En nu is het echt naar het nationale niveau getild. En daar zijn we ontzettend tevreden over. Ik ben blij met de steun van het kabinet voor een heel goed pakket van maatregelen wat wij hebben neergelegd. De ruit is daar een onderdeel van, maar ook het fundament. Maar we zijn blij met steun voor het hele pakket. Het drukke verkeer rond Eindhoven kan maar op één manier rijden. Als er dan iets gebeurt, staat de hele boel meteen vast. De ruit zorgt ervoor dat er alternatieve routes komen. Daarmee wordt de hele regio een stuk bereikbaarder. Dat de ruit er komt, is zeker. Vraag is nog wel, waar komt die precies en hoe? Nee, dat is nog niet duidelijk. Het is alleen duidelijk dat we hebben gezegd dat er een oplossing moet komen. En nu hebben we ook de mogelijkheid om verder te gaan studeren op verschillende tracés. We hebben een voorkeur uitgesproken voor een grote ruit. Dat betekent de weg langs de Zuid-Willemsvaart opwaarderen. En een Oost-West-verbinding die wij geprojecteerd zien in de buurt van het Wilhelmina-kanaal. Dat gaan we zorgvuldig uittekenen. Dat gaan we ook nog afwegen met alternatieven. Maar ja, in zijn houtskoolschets zeggen we een grote ruit in de omgeving van het Wilhelmina-kanaal. Dat is het vertrekpunt. Maar die gaan we toetsen met naast alternatieven. Het is een groot project waar veel partijen in meepraten. Wat is hierin de rol van de provincie? Nou, de provincie is eigenlijk een verbindende schakel geweest. Het SRE is aan de slag geweest met boze studie. En dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. En met de provincie erbij als een soort misschien wel neutraliserende factor zijn we wel tot een akkoord gekomen. De aanleg van de ruit heeft veel consequenties voor het verkeer. Maar er gaat meer gebeuren. Het gebied tussen Eindhoven en Helmond wordt nog groener. Ook het openbaar vervoer zal een stap vooruit maken. Er komen snelle buslijnen van bedrijventerreinen naar stations. Er komen betere fietspaden. En er komt een nieuw NS-station bij 8 in Eindhoven, die een snelle verbinding krijgt met Eindhoven Airport. Verder gaan er vaker en sneller internationale treinen rijden vanaf station Eindhoven. Nou, wat belangrijk is dat we het middengebied tussen Eindhoven en Helmond echt een groene kwaliteit willen geven. Een nog sterkere kwaliteit dan het nu heeft. Dat betekent dat je in het middengebied vooral moet stimuleren dat mensen meer gaan fietsen. Dat ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. En in het groene middengebied, zoals we dat noemen, zul je op het gebied van natuur en milieu ook al vrij snel concrete projecten kunnen zien. En er zitten nog een heleboel dingen in de pijplijn die successievelijk ook aan bod zullen komen. Kortom, een groot aantal maatregelen dat voor minder oponthoud moet zorgen op de wegen rond Eindhoven. Want dat is hard nodig. Het zal nog even duren voordat de grote ruit ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Maar we hebben denk ik een punt bereikt waarop we nu echt vaart kunnen gaan maken.